ben Peter Genen en ik doe Rossel Atletiek, de 100 en de 400 meter sprint. Ik ben momenteel wereldkampioen en Europees kampioen en we zijn nu in volle voorbereiding voor Rio. Ja, het zijn nu mijn derde Paralympische Spelen. Ik ben twee keer met Rossel Rugby gegaan. Maar ik heb noodgedwongen de overstap moeten maken naar de atletiek, omdat ik geen rugby meer mag spelen wegens een beenbreuk. En dan heb ik atletiek gaan proberen. We gaan nu een training doen, vooral de startjes. Ik zou liever mijn start nog iets beter zien, dus we gaan nu een beetje experimenteren met de start. Oh, nee, waar is de Als ik 16 jaar was, heb ik in ondiep water gedoken, waardoor ik mijn nekwervels gebroken heb, twee nekwervels, waardoor ik verlamd geraakt ben. Dan heb je twee keuzes, ofwel ga je thuis achter geranium zitten, ofwel maak je nog iets van je leven. En ik ben vol in de sport gevlogen en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Dus ja, we gaan er echt voor. De Paralympische Spelen is het hoogste wat elke sporter kan bereiken. Dus ja, dat is een ultieme droom. Ik denk dat Antwerpen wel goed vertegenwoordigd is en dat we ook wel voelen dat de stad ons echt wel steunt. We zijn trotse Antwerpenaar, zullen we maar zeggen. Hè. Net als Peter Genijn maken heel wat Antwerpse topsporters zich klaar voor de Olympische Spelen in Rio. Sporting A is trots op haar topsporters en ondersteunt hen. Bent u ook een Antwerpse topsporter? Misschien kan u ook wel rekenen op een ondersteuning. Kijk voor meer info op antwerpen.be/sportverenigingen.